Nou, er wordt geswitcht. Toen is switch met Kok. Weer de post-up van John. Goeie backdoor. En dus Walker meteen weer weg. Ja, goeie een mooie length layup. Het verdedigen van de drie punten, ja, dat geeft Heroes veel problemen. Van Vliet met een penetratie en een score. En Kok, Price voor drie, in-out. En zo blijft het veel missen. Zijdemaas weg van Groningen. Ja, een mooie layup, prachtig. Ja. Ja, Price kreeg geen ruimte om te schieten. Walker gaat weer naar de baas, ja. En scoort. Pick van de Mas. Af. En draait gewoon met die bal, zou ik zeggen. Goede spin move. Ja, daar is die. Van Vliet gaat inside, geeft door Eliop. Eliopas, ja. Jetto Kok op aangeven van Boy van Vliet. Ondertussen staat Baboubis volop Price te verdedigen. Nou, die mag natuurlijk niet. Is ritme komen. Eurostep van Vliet en een mooie score. Boy van Vliet. Maar daar hebben de spelers op dit moment nog geen boodschap aan. Eliop. Woe! Jetto Kok. Op wie anders dan Boy van Vliet. Dan gaan we weer John tegenover Kok. Weer te dribbelen, verliest bijna de bal. En die is te kort. Nee, hij scoort hem. Ja, Hollanders natuurlijk. En dan moet Hollanders, de gevaarlijkste man, die moet de bal innemen. Ja. En daar komt Kok voor een blok. Ja, en dan is de 24 seconden klok. Die telt niet, die drie punten van de Hollanders. Met het risico dat je Hollanders openlaat, maar goed. Ja, die moet je nou momenteel niet openlaten, want die is super hot. Price wordt geblokt. We zeiden maar. En die is weg naar de baas. Nu komt Kok tegen. En scoort hem goed hoor. Ja, Ramanauskas tegen Kok. Ja, oeh. En die blokt hij al weg hoor. En een snel schotje van Zijdema. Ja, Van Vliet die snijdt. Verder die gaat gewoon door hoor. Ja, ik denk dat hij 1 tegen 1 gaat. Nee, toch niet. Pas mij naar Stumbries voor 3. En die maakt hem. Ja, dan gaat Venner die al weg. En wat een dunk zeg hij. DJ Venner, wat een dunk. Ja, die gaat 1 tegen 1. Bijna buiten naar Venner. Naar Price van heel weg. Met Quinn op zich en jou op. Ook dat is een machtig schot. Even help van Stumbries. Hij mag die bal wel vast, lang vasthouden hoor, in één hand, zie je? Ja. Ook, hij draagt hem gewoon. Hollanders gaat van dunk, die wordt geblokt. Steven skin van Stumbries en een snelle actie van Dingen. Oeh. En een follow-up dunk van Stumbries. Ja, dan moet Fenner toch dichter langs dat screen langs snijden. Ja, hij gaat er te breed omheen. Die verdediger gaat er gewoon doorheen. Dan gaat Price naar de basket toe. Ja. Mooi layup. Nu wel, hij heeft naar jou geluisterd, Jos. Ja, nou wel. Nu wel, en dan moet Van der Mast gaan helpen onderin, ja. Maar die nee, wordt naar boven getrokken. Front, dan kan Akot gewoon via de helps uitkomen. En dan wordt er 3 punten geschoten over Van der Mast heen door Baboubis. Ja, Jong die houdt Van Vliet gewoon vast, maar die heeft de bal weer, komt Price eromheen. Screen voor Stumbries, Van der Mast en 3 punten voor Stumbries. En het eerste jaar was het allemaal nieuw en dit en dat en ja, onwennig. Nou, die, als hij hem meteen paast, ja, en dan is de layupje voor Austin Price. Ja, ik heb niks kunnen ontdekken in ieder geval. Ik leeg gewoon uit en was de bal kwijt. Hollanders, goede paas. Ja, goede actie weer van Sam Hollanders. Die ja, goed spelen, hoor, voor mij nog steeds de beste Groninger is. Backdoor van Walker, dankjewel. De Jung die is gewoon wel te laat. En zo blijft het grossieren in blessures, lijkt het wel. Price voor 3. En ook die maakt er weer hoor. Een pakte die breed verdedigend staat. En ja, dan is hier van Beens hoor. Ja, rustig een layupje maken. Ja. Prima actie, Thijs Beens. Stiel en scoren. Moet afstoppen, uitpassen. Nou, hij dacht, ik maak een fake, maar alleen de trap de drone er niet in. Dan moet Price gaat weer op links, wordt weer geblokt en hard geblokt.
Ja, pakte boksen goed uit en Thijs kon de prijs bedacht zijn nog wel even voor zijn lie-up. En dan schiet hij Pudding en pakt Akot de rebound en scoort hem. En Groningen weg met Hollanders. Goeie paas naar Zaidema toe. Even kijken. 21, ja, daar vergis ik me lelijk. Hero staat echt dik aan het koppel, staat een assist. Boy wordt niet voor 3. Hollanders, ja, goede handen van Van Vliet. En Bench heeft de bal. Weer een turnover Groningen. Het leek even op lopen van Hollanders. En de scheidsrechter liet er doorgaan. Akot 1 tegen 1. En een dunkje, ja, op baseline. Akot die goed afrondt met een dunk. Boebis gaat 1-1 tegen Van Vliet. Met de bord scoort hem. Penetratie van Hollanders. En die rolt goed af. Goede penetratie van Van Vliet. En een score. Zo, dat. Boy voorbij overgelopen de Quinnen. Ik denk de Pachter daar een fout krijgt. En een score en een bonus, denk ik. Hij moet zich omdraaien, de Pachter, want Venner staat helemaal open. En nu is Walker open hoek. En die scoort hem. Van Vliet mist hem, Walker met de rebound. En besluit om te schieten. Hij zegt, ik geef 3 punten, maar volgens mij waren het er maar 2. Hij schiet hem wel heel makkelijk. 89-61. Ja, Walker met 22 punten en Price met 21 punten bij Den Bosch. Ongelukkig in zijn afwerking. Ja, ik wil zeggen, John wil de bal weer hebben tegen Stumbris. En ja, scoort hij. En dat is een ABC'tje voor John. En misschien krijgen we nog een leuke dunk of zo. Of een 3 punten van Stoenbries. Boebies met een 3-punter. En die maakt hij. Tegen 68. Ja, wat moeten we hiervan vinden, Jos, ja, als we kijken in de competitieverband? De Donau natuurlijk behoorlijk gehandicapt door de 4 afwezige spelers. Ja.